Wij vieren vandaag 20 jaar BRS. Onze verjaardag vandaag, onze 20ste verjaardag. En ik ben blij dat jullie met zoveel hier aanwezig zijn om dat mee te vieren. Ik ga wat liedjes voor jullie spelen, maar ik ga eerst een liedje spelen over het boek van Koen Peters. Tijd voor reclame, als dat even mag. Drie mandjes uit Rwanda is het boekje van de dag. Het boekje is te lezen voor heel het gezin, ook voor de allerkleinste, want er staan ook prenten in. Tijd voor reclame, als dat even mag. Drie mandjes uit Rwanda is het boekje van de dag. En het is de bedoeling, als u het uitgelezen heeft, dat u het gewoon aan iemand anders geeft. Tijd voor reclame, als dat even mag. Drie mandjes uit Rwanda is het boekje van de dag. Nooit las ik iets schoners of iets beters. Allee, dat moest ik toch zeggen van Koen Peters. Tijd voor reclame, als dat even mag. Drie mandjes uit Rwanda is het boekje van de dag. Drie mandjes uit Rwanda is het boekje van de dag. Je koopt dat voor 2 euro en dan geef je het door aan iemand anders en die moet dat lezen en die moet dat weer doorgeven aan iemand anders en die moet dat nog eens doorgeven en die moet dat teruggeven aan jou. En zo werkt microfinanciering en kredieten ook. Lappenoren, donkergrijs, je bent zo groot, je bent zo wijs, het schijnt dat je niks vergeet en dus alles weet. Kindjes op je rug, wat durf. Trompetgeschal komt uit je slurf. Soms ben je ook een circusdier. Zorgt voor een hoop plezier. En men maakt jacht op je vacht voor leer. En ook je tanden ben je kwijt. Je lijkt wel een dier van weleer. Vanuit de mammoetentijd. Olifant. Olifant, hé, olifant, olifant. O, 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 olifant.